Ik ga hier het water neerzetten. Pas op! Oh mijn god! Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe Minecraft aflevering. Mijn naam is Enzo Knol en laten we gewoon meteen beginnen. Ik ben nog steeds heel erg gek op mijn prachtige mooie skin. Oh, zie je, wie is daar op de achtergrond? Aanvallen! Ja, ik vind jullie toch niet meer. Oké, we moeten een paar dingen doen, mensen. Oh, het boom is trouwens echt ontzettend erg gegroeid, dus we kunnen weer lekker hout gaan hakken. Maar we moeten sowieso een paar dingen even gaan regelen. Een paar eten is ongelooflijk belangrijk. Dat ga ik nu regelen. Oké, ja, we hebben de farm ook en hopelijk is dat ook even wat lekker meegegroeid. Dan kunnen we eten fixen. Ik kan maar liefst, zet je schrap, één broodje maken. Wow, en nu kunnen we dat broodje niet delen, dus ik hoop dat hier wat appels uit de boom vallen. Wow, oh mijn god, kijk dan. Ja, heel toevallig dit. Zag je dat? Toevallig dit. Ik was aan het hakken en in één keer groeit er een boom hier. Hoe kom ik aan boonmeel? Dan moet je boon hebben. Ja, maar... Hè? Ja, het duurt niet... Auw. Of auw. Wat heb je nodig dan? Oh. We kunnen 2 broodjes maken. Yay, ik heb hier een seed, alsjeblieft. Oh. Oké, we hebben echt eten nodig, anders zijn we zwaar fucked. En ik heb nog even een axe nodig. Hadden we nou... Oh, we hadden al iron. Yes! Ja, ik heb hier nog 2. Oké, ik ga gewoon alles maken, hoppakee. Even sticks. Oké, ik heb hier 1 broodje voor jou. Ik ga nog heel even iets zeggen over de aflevering van gisteren. Oké, lul maar een eind weg. De aflevering van gisteren, dames en heren, was echt ontzettend hilarisch. Want ik had de hele tijd regenboogkleuren en zo. Dat was ontzettend raar. Het lag dus aan mijn opnameprogramma. Niet aan Sony Vegas, mijn bewerkingsprogramma. Want de webcam van mij en van Colin, die waren wel gewoon in normale kleuren. Die waren super. Ja, dus dat was echt ontzettend raar. Milan die heeft mij geholpen. Heel erg bedankt daarvoor. Een dikke shout-out naar Milan. En nu heb ik wel de goede settings, hoop ik uiteindelijk, als deze opname klaar is. Anders heb ik alles voor niks gedaan en dan raakt alles in de war en in de soep. En dan gaan we weer regenboog! Ja, maar als het goed is alles nu gewoon helemaal perfect. De hele boom is omgehakt. Oh, bijna. Dus moeten we even hopen totdat de appels naar beneden vallen. Want ik heb nog maar 1,5 foodbar, Colin. En jij? Ik heb je een broodje gegeven. Oh, yes! Nom. Eindelijk eten. Wow, daar krijg je niet zo heel erg veel eten van. Je moet blij zijn met wat je hebt en zo. Oeh, dat is waar. Weet je trouwens, ik heb hier... Ja, je moet niet vergeten te drinken. Kijk, ik heb hier een heerlijk kop koffie. En koffie dronk ik eigenlijk zowat nooit. Toen mijn moeder een slokje nam en tegen mij ging praten, toen dacht ik, what the heck? Je stinkt uit je mond, dat is niet normaal. Neem een pepermuntje. Juist, dat is dus de koffie. Maar het zit dus zo dat... ik wist eerst helemaal niet... Ik dacht dat mensen koffie dronken omdat het lekker was. Maar volgens mij beginnen de meeste mensen met koffie drinken... omdat koffie je energie geeft. Je moet het zeg maar zien als een energieblikje. Er zit heel veel cafeïne in. En... Bij een energieblikje zit zeg je heel veel cafeïne bij elkaar ingepropt. Dus één blikje energy is iets van, weet ik veel, 4 koppen koffie. Dus moet je nagaan hoeveel energie je ervan krijgt. Dat is echt niet normaal. Dus ik minimaliseer het even naar een kopje koffie. Dus, en op zich is het wel te drinken als je er wat suiker en melk bij doet. Ja, dan is het nog wel te doen. Ik ben blij voor je. Ja, drink jij wel eens koffie? Ik drink wel eens koffie, ja. En niet zo heel vaak, omdat... Je vindt het niet lekker of? Nee, dan ben ik gewoon. Weet je wel eens dat je wel eens irriteert aan mij als ik druk ben? Ja, heb je dan koffie gehad? Dan heb ik meestal geen koffie op. Geen koffie? Nee. Wow! Okay. Ik dacht, what the fuck gebeurt er? Okay, sorry. Alweer een boom. Alweer een boom. Je hebt geen ex, hè? Jawel, ik heb 1 ex. Denk ik. Of 2. Onze mascotte... Mascotte? Onze mascotte staat nog. Kom, we gaan op avontuur. Hier heb je de beste pickaxe die ik heb. Grappig, ik heb een iron. Ik heb al eens gemaakt. Oh. Oké, laten we even... Oh ja, weet je wat wij gaan doen? Want dat zag ik in de reacties namelijk. Ik ga samen met jou even een huisje maken van deze bijzondere diorieten.
Diorite. Ja, daar kun je wel wat leuks. Weet je wat trouwens super vet was gisteren? Nou? Dat hashtag MSurvival bijna trending topic was! Oh my god! Oh, Nassu! Yes, maar jij was aan het uiteten. Oh. Ja, ik was uit eten. Ja, dat klopt. Oh. Dus ik had het niet helemaal door. Maar ik zag... Oh, kijk. Kijk, Colin. Zie, ze zeiden al. Je kan er blokjes mee maken. Vet cool. Hier, kijk, Colin. Kijk. Kom eens naar boven, even als je wil. Dit is zeg maar wat je hakt. En dit is wat je ervan kan maken. Doe je dit? Huh? Er is weinig verschil. Oh, oh zet kijk. Je schrap! Zet je schrap! We gaan de border weer vergroten! Oh, yes! En dan kunnen we... Waar kunnen we dan naartoe? Kunnen we dan extra dingen krijgen? Ik weet niet. Volgens mij net niet. Oeh, lekker appeltje. Oh, ik wil een boom erbij. Ik wil een boom erbij. Ja, ik denk niet dat we dat net niet... Ik vraag me hoeveel blokjes is het eigenlijk steeds? 3 of zo die kant op? Ja, zoiets. 3, 4 breed. Oké, we gaan op onderzoek uit. Oh mijn god, hoe kan dit hier liggen? Oh lol, je kan wel dingen oppakken dus. Oké. Ik wil zo graag naar die watertempel. Geduld. Lijkt me zo vet. Ja, geduld is een schone zaak, maar geduld is mijn grootste vijand geworden, oké? Sinds wanneer? Sinds ik deze 5 ben begonnen en we dit hebben erbij gedaan met die border. Oh, de border wordt vergroot! Ja! Yeah. Een bordervergroting. Wat gaan waar gaan wij ons huisje bouwen? Zullen we dat gewoon hier ergens doen? Je bent heel duidelijk gezegd, zullen we dat hier ergens doen? Ja, waar ik sta. Zeg maar, laten we meteen een mooi huisje maken met, zeg maar... Maar je weet dat dit hier... echt een eiland is, hè? Ja, ja, maar kijk om je heen. Dus daar een eiland, dus aan de andere kant een eiland. En verder zie ik niet veel, dus ik weet niet waar je het anders wil bouwen. Hmm. Ik denk dat we niet zo heel veel keuze hebben dan hier. Denk jij wel? Laten we hier een huisje maken, bij deze farm. Laten we dat doen. Een boerderie, jong. Ja, een boerderij. Ja, je moet het altijd zien, dat als je een boerderij hebt, dan kan je heel erg lang overleven op jezelf, op je eigen. Want ja, je kan altijd eten kweken. Ja, dat is handig. Oh, nee! Oh my god. Een waterglijbaan. Oh, dit is best cool nog eigenlijk. Oké, we gaan dit met Polis Doride doen. Dan wordt de vloer. Dan wordt de vloer. Dan wordt de vloer dit? Ja, dan wordt de vloer. Oké, nice. Hoppakee. Oh, oh, oh. Nou, je hebt alles. Ik ga nog meer van het spul hakken. Yes. Oké, dit wordt ons eerste huisje, dames en heren. We hebben er zin in. Zijn we nu uiteindelijk toch nog samen aan het wonen? Ja. Nee, dit wordt mijn huisje, bedoel ik. Nee. Wordt het ons huisje? Ja. Ja. Oké, ik ga je helpen. Alles samen doen. Hey, als het donker wordt, dan spannen natuurlijk ook creeps en monsters en dat soort dingen. Ja? Dus misschien droppen hun wel even wat rotten flesh. Op zich kunnen we dat best wel gebruiken. Oh my god. Oh yes! Oh. Het helpt ook met dat wist ik eerst helemaal niet. Het helpt ook met sand. Kijk dit. Zie je? Oh shit. Ja, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. En Niels, Niels, wat? Wat? Mijn leven is een leugen! Wie ben ik? Wat is dit? Ik heb nog nooit een Chinees gezien die Niels heet. What the fuck? Hoe kom je bij om mij Niels te noemen? Ik heb geen flauw idee. Ik zie het ook al voor me dat je dan helemaal geen Niels hebt gesproken de afgelopen paar dagen. Nee, het is een kruis door je weg kom. Het is de koffie, mensen. Ik snap het niet. Oh my god. Oh, Colin, kom hier. Een vondst, hoe je dat ook noemt. Kijk. Wat dan? Het is rood. En het heet. Het heet... Graniet. Oh, graniet. Oh, daar kunnen we ook wel wat leuks mee doen met het granite. Huis. Oh, hier is nog meer. Dus we gaan dat hakken. Dat vind ik zo leuk aan 1.8, dat je dit soort biomes hebt. Dat je blokjes kunt hakken. Oh, hieronder helemaal. Oh, dus wow. Alleen maar van dat spul. Cool zeg. En volgens mij, ik zat heel even te kijken, de aflevering terug te kijken. Ja, wat slecht, ik kijk mijn eigen video's terug. Maar toen had ik gekeken naar de tijd en volgens mij wordt de border elke 10 minuten groter. Of is het wel 15 minuten? Zullen we eens gaan kijken, wat is het nou? Is het nou 9000 seconden? Of call! En nog eens call. 9000, ik denk dat het 9000 milliseconden is. Milliseconden? Nee, volgens mij is het 900 seconden. Nee, maar dat is altijd 9000.
Nee, want je ziet toch dat het vet snel gaat. Het kan nooit... Ja, dat rechte is dus milliseconden. Oh ja, dat is... Oh, zo. Oké, nee, dat klopt helemaal. Dus het is eigenlijk 900 seconden. 900 seconden. En als 60 seconden 1 minuut is... 900? Dan is 600 seconden 10 minuten. Ja, dan klopt het wel. Dan is het 15 minuten. Maar die 15 minuten gaan zo snel voorbij dan. Het is ook altijd zo leuk samen. Ja, als je het leuk hebt, gaat de tijd ontzettend snel voorbij. Dat vond ik altijd heel erg jammer als ik dan bij een vriendje van mij ging slapen. Dan was het zo leuk, dan voordat je het wist was de tijd alweer voorbij, moest je naar huis. En dan wilde je eigenlijk niet en dan ging je samen met je vriend ging je verstoppen. Of als je op schoolreis ging en je kwam terug en iedereen ging bukken in de bus. En alleen de leraar stond er nog. Dat soort grappen, weet je wel. Dat deed ik altijd met de klas. Dat was heel leuk hoor. Goede oude tijden. Zie je welke tijd ook snel ging? Ja. De eerste keer... Spreken over seks. Ik was laatst was ik een bericht aan het lezen. Over een vrouw. Ja. Die steeds klaar kwam. Gewoon als ik non-stop. Non-stop klaar kwam. Ik ga het... Wacht, hier staat het. Wacht, ik heb het weer. Dus ik heb het weer. Oh my god, ingestudeerd dit. Die gekke Colin-faaltjes. Het zit de 30-jarige blablabla bla bla uit Amerika niet mee. Ze komt nee, nee, niet blablabla. Bla bla. Ik wil namen, oké? Okay? Voornaam, okay. Achternaam. De 30-jarige Enzo Knol uit Amerika zit het helemaal niet mee. Hij komt 90 keer klaar in een uur. 90 in één uur? In één uur, dus dat is... Veel. Dus zeg maar, als wij dit opnemen, is hij ongeveer al 30 keer klaar gekomen. Wat? Oh, dat zou ik raar vinden. Als iemand zou kunnen... Oké, nou maar. Ik ga het niet zeggen. Holy, het zal je moeder maar zijn. Ja, want het zou serieus je moeder maar zijn. Het zou echt je ophalen van school. Hallo, hier is de... Ja, dat zou ik echt super. Ik sta hier, ja. Wauw, wat voor leven zou je dan wel niet moeten... Oké, ik denk... Nou, ja, Colin die is... Ik zou dan altijd WhatsAppjes sturen van kom je even langs. Nee, maar het is zo dat... Oké, ik weet hoe het voelt. Ja, het is misschien erg en sorry dat dit dan ter sprake komt. Maar oké, ik weet en jij weet hoe het voelt om zeg maar klaar te komen. En ik denk nooit voor... gevoeld. Geen idee het is. Oh, ik denk dat redelijk wat kijkers het ook hebben gehad. Daar hoef je trouwens helemaal niet voor te schamen hoor. Seks is eigenlijk iets wat juist goed besproken moet worden. Ik praat er altijd heel erg open over met mijn moeder. Seksuele voorlichtingen, komt-ie. Ja, dit is helemaal niet erg. Kijk, je hebt soms wel eens dat dan zeg ik kut of fucking en dan... Zeggen een paar kijkers van, ja, wil je dat misschien niet zeggen, want dan mag ik niet meer kijken van mijn moeder. En dan probeer ik er rekening mee te houden, maar het zijn toch... Het is mijn allereerste zombie! Maar dan toch is het zo... Die zombies zien er trouwens raar uit, omdat het niet meer mijn... Of Milan's skin... Of nee, mijn skin is. Ja, jouw skin. Dus, gesproken... Oh, daar ga ik later in de aflevering over hebben. Moet je wat nou afkijken. Als wij gewoon een maar, keer Maar nee, ik was bezig met mijn verhaal en ik wil mijn verhaal afmaken. Maar het is dus zeg maar zo dat... het is eigenlijk gewoon... ja, daar probeer ik dan rekening mee te houden, maar het zijn dan stopwoordjes, weet je wel. Dus ja, dan af en toe dan zeg ik alsnog van wow, fucking vet en dat soort dingen. Het enthousiasme komt erbij kijken. Maar als je dus weet hoe het voelt om zeg maar klaar te komen. En als je gewoon weet hoe moe je daar eigenlijk daarna bent. Een beetje zo ingeduft. Nou, dat komt. Na één keer. Dat na komt. Één keer. Moet je dus nagaan hoeveel dat wel niet zou zijn na 90. Dat kan toch niet als man zijn. Ja, maar dat komt door de endorfine. Dat is een seksremmend stofje in je hersenen. Ja, maar en dat helpt ook heel goed tegen hoofdpijn. Oh, serieus? Ja. Dus als je hoofdpijn hebt, dan weet je wat je moet doen. Ja, als je vriendin zegt, oh, ik heb echt zo'n hoofdpijn. Dan zeg je van, doe je gewoon kom maar hier dan. Nee, maar hoe heet dat? Als een vrouw klaarkomt, is dat dan heel veel anders dan een man, zeg maar? Ik zou het niet weten, Enzo. Ik weet of je door hebt, maar ik ben geen vrouw, Enzo. Ik weet dat ik het domie stuk maak en dat ik nooit meer terugkom in deze aflevering. Maar ik ben geen vrouw. Wow, de eerste spin ook in de survival. Oh my god. Nou, ik weet het niet. Je scheldnaam is ook Niels, weet je wel. Dus ja, je weet maar nooit. Nee, maar... Nou, als wij een keer naar een school zouden gaan en daar seksuele voorlichting gaven. Oh, niemand neemt ons serieus. Niemand neemt ons serieus. Echt niet. Nou, dan zullen wij eens even jouw juffrouw serieus nemen. Ik weet nog wel... ik ga er heel even tot door, mensen, want het was echt super hilarisch. Ik weet nog wel dat ik seksuele voorlichting op school kreeg. En dat was super komisch, want ja, er stond zeg maar een neppiemol en daar moesten dan
Heel veel meisjes moesten daar een condoom omheen doen om zeg maar te oefenen. En dat was zo ongelooflijk super awkward. En ik kan me niks meer voorstellen dat het awkward is. En dat ging ook niet altijd even goed. Dus maar dat krijgen jullie ook vanzelf allemaal, hey, denk ik. Nee, zombie. Niet alle scholen doen dat namelijk. Oké, okay, heb jij dat van dat diorieten? Want ik heb daar niet zo heel veel meer van. Wat, diktieten? Ik heb wel polished andesieten, maar dat is weer iets anders. En even kijken. Ik heb... meer dan een stack. Wow, ik wil het heel graag hebben. Ja, tenzij ik die maak blokjes... het voor je. Ik polish het even voor je. Oh, dankjewel. Dat is heel lief. En die farm moet even opschieten. We hebben eten nodig. Huh? Heb je een zombie gekillt? Oh, je hebt geen boom gekregen toevallig? Ik heb een rotten flesh gehad. Oh ja, oh, ik ook. 2 keer. Oh, even eten. Maar als we poison raken, gaat het dan niet heel snel naar... Nee, hey, dan word je alleen hungry. Dan moet je zo min mogelijk bewegen. Yes! Zo min mogelijk bewegen. Ja, maar ik heb geen poison. Als het goed is, komen hartjes weer erbij. Ik heb geen poison gekregen. Oh yeah. God. En hier is een spin. Misschien krijgen we daar... Oh, daar ook. Wat kan je... Wat is de beste drop van een spin? String. Oh, ja, daar heb je niet zo heel veel aan dus. Nee, aan deze kant krijgen string we... aan het, heb je niet zoveel aan, nee. Aan deze kant krijgen we niet heel erg veel boeiends erbij. Dus het is altijd een beetje kijken naar de andere kant van... Oh, wat komt erbij, wat komt erbij? Oh, spannend. Maar, ik vraag me af, waarom bouw je dit nou eigenlijk helemaal dicht? Kijk, ik wil dit laatste stukje dichtmaken. En nu aan deze kant wat groter. Hier kan jij het wel plaatsen, dan haal ik het wel met een schep weg. Oh, sorry. Kijk, nu kan je het aan deze kant wel groter maken. En dan hebben we zeg maar hier onze farm. Ga ik dit even weghalen? Oh, en dan kunnen we binnenkort een haven maken. Oh. En dan gaan we een zwaar boorplatform maken bij die stempel. Oh, dat is een goeie. Ja, ik heb echt zin in die stempel. Hier gaan we een farm maken. Ik denk, want ik heb wat iron hier. Dat ik een infinite water source ga maken. Ja, dat is een goeie. En dat we dan tenminste altijd water hebben. En dan kunnen we dat in principe droog gooien als het moet. Hoppakee. Oké, ik heb hier heb ik al eventjes alles recht gemaakt. Dus, en ik ga hier nu allemaal dirt plaatsen. Zodat we hier gewoon één grote farm van kunnen maken. Dat is een goeie, toch? Dat is een hele goeie. Ja, ga ik het water neerzetten. Pas op! Oh my god! Holy moly! Ik heb een half hartje! Waar kwam die vandaan? Weet ik veel. Oh, waar kwam die nou toch vandaan? Uit je vader, stikke baan! Ik weet het niet. Enzo, dit wordt wel een hele foute aflevering. De foute aflevering, ja. We hebben de afgelopen paar afleveringen toch echt 20.000 duimpjes omhoog gehad. Wat trouwens super vet is. Ik vind dat zelf niet vet, misschien is mijn kanaal, maar ik vind het wel vet. En nu wordt het dat 20.000... 20.000 reacties met ik mag dit niet meer kijken van mij! Nee, maar echt super bizar mensen. En daar wil ik wel echt even een dikke shout-out voor geven aan jullie. Hoeveel ongelooflijke duimpjes omhoog Colin en ik hebben gekregen op de survival is echt gigantisch. Dus dikke shout-out daarvoor. Wat? Colin, jij. Vieze boy. Hoezo ben je nou weer vies? Oké, hoe gaan we dit doen? Want ik wil... Oh ja, we kunnen wel een rode muur eromheen maken. Ik denk dat een leuk idee is. Of we maken een patroontje. Patroontje. Dat is ook wel leuk. We moeten natuurlijk wel een beetje origineel zijn. En ik heb begrepen... Oh, dit we maken gewoon net zo'n schuine lijn als die border wat hier zit. Dan hebben we een camouflage hut. Hey, hier loopt een creeper. Oké, cool. Kill hem maar. Maar ik heb het idee dat wij serieus misschien wel de enige in Nederland zijn die... Oh my god. Wow. Dat wij misschien wel de enige zijn in Nederland die survivalen in 1.8 met dit idee. Volgens mij is het echt een super origineel, uniek idee. En bedankt iedereen voor de complimenten. Zijn we origineel? Ja. Ik heb nu, kijk, dit, zo ziet het eruit. Ik vind het er wel gaaf uitzien. De muren, zeg maar. Colin? Wow, we hebben bijna het hele eiland al. Dat ziet er inderdaad heel vet uit. Wow, en daar is een ander eiland al. Oh, dat duurt nog wel even een tijdje. Oh, dit is bijna deur. Maar ik had net ook nog van het rode spul. Maar zullen we hier geen patroontje in maken in deze muur? Misschien in twee andere muren wel? Hier kunnen we ook een haven van maken. Ah, aan deze kant. Ja, want waarschijnlijk moeten we heel veel met bootjes gaan doen. Colin, je bent zo briljant. Dankjewel. Daarom heb ik jou gekozen voor deze survival. Oh my god. Hmm.
Oh, ik weet wat gaafs, Colin. Dan doen we dit rode als plateau, zeg maar, eromheen. Dat is misschien een leuk idee. Snap je wel dan wat ik bedoel? Of zit ik helemaal niet met jou op één lijn nu? Wat voor lijn? Een toekomstlijn. Oh. Een toekomstvisie. Heb jij trouwens ooit geweten wat je wilde in je leven? Wat je wilde worden? Ja, nou, het is niet echt dat je kan kiezen van, hey, ik wil bekende YouTuber worden of zo. Nee. Dus, ja, dat, sommige dingen die gebeuren gewoon. Dus, kijk, maar je kan ook niet voor kiezen om geboren te worden. Het gebeurt gewoon allemaal. Het gebeurt gewoon. Maar het is wel altijd goed om een richting te hebben. Want, jongens en meisjes, ooit een Griekse geleerde zei, als je niet weet welke richting je op moet zeilen, dan is geen enkele wind de goede. Hey, dat is een mooie, hè? Zo, dat is diep gesproken, hoor, Colin. Ja, heel diep. Nog 60 seconden, zeg maar, voor een ongeveer. Voor de border weer groter wordt. Trouwens, ik heb nu dit gemaakt. Dit is, zeg maar, het idee van... pas op, achter je een spin. Dat kan gevaarlijk worden. Maar dit is, zeg maar, het idee van... waar de bootjes komen te liggen dan, de haven. Ik denk dat dit op zich wel groot en breed genoeg is. Kunnen we bootjes erin leggen die we zeg maar kunnen laten drijven? Weet je nog hoe je bootjes maakt überhaupt? Gast. Weet je wel tegen wie je het hebt? Nee. De kapitein der zeeën? Als ik een witte baard liet groeien, ging ik vissticks verkopen. Nee. Okay. Oh yes, mensen. De border wordt groter. Ik ga op het twee boot gaan. Oh, je hebt twee bootjes. Nice. Zal ik die ingooien? Ja, graag. Plons. En plons. Nice. En als we dan bootjes naast elkaar leggen, dan ziet het op zich wel episch uit. Kijk hoe schattig. Ja, dat hebben we leuk gedaan. Ja, hè? We kunnen nog niet echt ver varen of zo, maar... Maar... Hey, het we weten wel welke richting we op willen, dus er zal vast wel een goede wind voor zijn. Dit okay, was trouwens awesome. Niet zo slim om het helemaal dicht te gooien, trouwens. Nou, dan gaan we even via een andere... Oh, omdat ze nu geen water meer hebben. Ja, en daarom heb ik de Infinite Water Source gemaakt. Want ja, ik weet met wie ik aan het survivalen ben. Oh, nee! Oeh, als ik daar naar beneden val, dan was ik dood gegaan. We moeten echt even... Emmer! Laten we anders emmer water... Ik heb een emmer. Oh. Dan zal ik even, als ik jou was, een emmer water gaan fixen. Hier heb je een emmer. Veel plezier. Ja, ik heb zelf ook een emmer. Oh, meerdere emmers. Maar dat is alleen maar handig. Want als we dan... Want, kijk, als we dan, maak je zin af. Als we dan op survival gaan, dan kunnen we zo even een emmer water meenemen. Op survival. Oh, ik heb een nieuwe pickaxe nodig. Oeh, ik vraag me heel erg af wanneer de nieuwe, of wanneer wij een diamond oor gaan vinden. Ja, dat is een goede vraag. Ik vraag me echt heel erg af. En dames en heren, ik zal nog even, jullie zullen het wel zien in de beschrijving van deze video. Het is namelijk zo dat elke 5 afleveringen komt er een straalpol. En dat betekent dat je kan kiezen uit 1, 2, 3, 4 of 5, iets in die richting. Klik in ieder geval op het linkje in de beschrijving, daar zul je het wel zien. En dan kan je kiezen wat jij veranderd wil hebben aan de texture pack. En ik heb daar iets neergezet, wat ga ik niet zeggen, dat zie je als je op het linkje klikt. En dan kan jij mee bepalen wat er veranderd gaat worden in de texture pack. Misschien wordt Colin opeens wel een paard of zo, dat soort gekke dingen. Het gaat in ieder geval heel erg leuk worden. Maar Enzo, tot wanneer kan je dan stemmen? Je kan stemmen tot ongeveer 2 dagen. Ja, ongeveer 2 dagen. De straalpol die gaat er daarna weer van af. Dus mocht je er later dan op klikken na iets van 2 dagen, dan is het weg. Maar ik denk dat de meeste kijkers wel binnen 2 dagen de aflevering kijken. Dus ik denk dat dat wel een goede is. 2-3 dagen ongeveer. Maar Enzo, mag ik ook 2 antwoorden geven? Nee. Nee, het is echt 1 keer stemmen. Nee. Het is echt de beste tutorial ooit. Het is toch ook niet zo dat als jij op een toets doet op school en dat de ABC staat, dat je zegt, mag ik 3 keer stemmen? Ja, maar waarom heet het dan multiple choice? Nee. Fuck jou, kom. Multiple choice is dat je meer keuzes mag maken. Ik snap het hele concept nu niet meer. Colin, fuck jou. Oké, we moeten echt heel erg drinken. Ja, maar geef jullie ongelijk. Nee, maar dat is gewoon multiple choice betekent je hebt meer keuzevragen. Dus het is een vraag van wie vind jij bijvoorbeeld de beste acteur van Nederland? Is dat 1 Colin? Is dat 2 Milan? Is dat 3 Pieter? Ik zeg maar wat. En dan kan jij... Wat lach je nou?
Ja, gewoon dat jij er totaal niet tussen... Een appel! Yes! Ik wil hem hebben! Ik heb hem! Ah, fuck jou! Ik heb nog een half... Nee! Nee, ik kon het niet doen! Ik heb een half hartje en een half voetbal! Godsamme. Yes! Gun hem, broer. Je loog tegen mij, bitch. Nee, helemaal niet. Oh my god. Ik ga terugkijken. Als je tegen me loog, krijg je nooit meer eten. Nee, je mag het echt terugkijken. Ik meen het gewoon. Ik meen het echt oprecht. Oh, onze farm moet echt beter gaan groeien. Dus het moet weer nacht worden. Er moeten zombies komen. En dan moeten we killen voor bone. En dan bone meal kunnen we laten groeien. En oh mijn god, Enzo. Het lijkt net alsof je al 10 jaar lang Minecraft speelt. Maar weet je dat toch goed? Dames en heren, check toch even de link in de beschrijving. Daarin kunnen jullie een keuze maken wat er gaat veranderd worden in de texture pack. Ik had onwijs veel zin in. Bedankt voor het kijken. Hopelijk checken jullie bij een gloednieuwe aflevering. En heb jij nou een hele goede tip voor mij of Colin wat wij kunnen gaan bouwen in de survival? Behalve dat we hier een haven gaan maken en dat dit de ondergrond wordt van ons huis. Heb je nog hele goede tips? Laat het alsjeblieft weten. Want ik wil deze aflevering, deze survival bedoel ik, zo episch mogelijk maken met hele gave, grote, mooie gebouwen. Zo. En wow, we spannen in één keer weer een boom. Zo. Die spannen eigenlijk altijd als wij net erheen lopen op een of andere gekke manier. Ja, dit is gewoon de beurs aan te vallen zo. Boom. Gewoon boomkillers. Boomkillers. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet dat blauwe duimpje omhoog niet. En ik check jullie morgen bij een nieuwe aflevering om 7 uur. Dikke vet, hè? Peace.